Welkom bij de Weekly Hangout van dinsdag 26 november. Vandaag vieren we een online feestje, want we hebben alleen maar winnaars te gast. Mark Vletter won vorige week zowel de AFD Gazelle Award Noord-Nederland als de prijs voor het slimste bedrijf van 2013. En Sandra Bali van het restaurant Sea Taste, hier naast mij, die mag sinds zich gisteravond de meest markante nieuwe ondernemer noemen. Gefeliciteerd allebei. Dankjewel. Ja. Sandra, kun jij eens vertellen wat eigenlijk de Dutch Dream Award eigenlijk inhoudt? Ja, het is volgens mij van Dare to Have a Dream, prijs voor het koppel. Want ondernemers worden gekoppeld aan CEO's van grote bedrijven die elkaar het meest geïnspireerd hebben, maar dat natuurlijk ook gekoppeld hebben aan business, dus je financiële cijfers, maar ook naar welke heeft de meeste innovatiekracht en toekomstpotentie. Hm. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen om die prijs uiteindelijk te winnen? Het was een proces van heel veel groei persoonlijk. En ik denk ook van alle mensen eigenlijk eromheen. Ik ben gekoppeld geweest aan Bart Karis, de CEO van Zeeman. Mm-hmm. En het is mij gelukt om los te komen eigenlijk, zoals denk ik heel veel ondernemers altijd bezig zijn met de gekte van alle dag. En meer strategisch en visionair bezig te zijn. Dus ik heb de vertaling kunnen maken van Sea Taste, het restaurant in het donker, mm-hmm. naar Sea Talents, het bedrijf wat commercieel sociaal ondernemen groot gaat maken in Nederland. En is dat dan in die periode ook heel erg gegroeid? Sea Taste, Sea Talent misschien ook al? Het is momenteel doe ik het dan ook bij Zeeman. Dus om Zeeman een commercieel sociaal ondernemer te laten worden. Er staan ook wat andere grote bedrijven te popelen om hiermee aan de slag te gaan. Dus dat is een mooi initiatief. Een mooi initiatief, ja. Geboren uit mijn eigen droom om toch iets. Naast dat je ergens geld mee kan verdienen, ook een verschil te kunnen maken. Door mensen juist in hun kracht te zetten. Dan gaat het met name hier om mensen die officieel heet het altijd mensen met een arbeidsbeperking. Ik heb het liever over mensen met een speciaal talent. Ik geloof namelijk als je iets niet kan, dat je iets anders heel erg goed kan. En als je dat weet te koppelen aan je commerciële activiteiten, dan heb je goud in handen. Een mooie prestatie lijkt me zo. Sandra vertelde net al over de groei van haar bedrijf. Mark, ik denk om de FD Gazelle Award te kunnen winnen, moet je ook een enorme groeier zijn. Vertel eens, hoe heb je die FD Gazelle Award in de wacht gesleept? De FD Gazelle is een lijstje voor de snelste groeiers in financiële zin van Nederland. Daarbij is het doel dat je organisatie ieder jaar in ieder geval 20% omzetgroei heeft over de afgelopen 3 jaar. En Voice stond in dat lijstje. En net als vorig jaar overigens, alleen dit keer waren we van de genomineerden uit onze regio de snelste groeier in onze categorie. Dus dat was een hele mooie prestatie. En hoeveel ben je gegroeid om in Ik heb geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Dennis is onze controller. En die weet heel goed hoe de cijfertjes erbij staan. Ik kreeg van meer mensen die vragen, er komt een landelijke lijst en er zal dat vast in staan, maar ik weet het echt niet. Het FD is wel wat voor je hebben uitgerekend. Ja, daarom. En ik ga ervan uit dat die jongens hun huiswerk goed hebben gedaan. Dus daar hebben we niet zo gegroeid bent. Wat zei je? Ik denk dat je genoeg gegroeid bent. Je zou het haast zeggen, ja. En je hebt hem pas een week. Maar kun je zeggen dat het je iets oplevert? Ook natuurlijk omdat je vorig jaar tweede bent geworden. Wat je over het algemeen ziet is dat je een soort kwaliteitsstempeltje krijgt. Voice heeft dit jaar, net als vorig jaar, ook meegedaan aan de Fast 50 van Deloitte. En zijn beide partijen die naar je financials kijken, maar daar best wel hard doorheen kijken. Dus ze worden wel wat serieuze vragen gesteld. Graydon doet ook een credit check bij je en daaruit blijkt niet alleen dat Voice heel succesvol is in snelle groei, maar ook een hele gezonde financiële basis heeft. Dus ik denk dat je wat dat betreft voor partijen een betrouwbare leverancier bent. Want je hebt het stempeltje oké gekregen van zowel een Deloitte als een FD. En dat, ik denk dat dat wel ergens voor staat. Ja. Maar we communiceren er niet actief over. Het staat toevallig op dit moment op onze Facebookpagina, ook in de banner. Maar dat is eventjes, en op de frontpage van ons ga je niet terugvinden dat wij de FD Gazelle hebben gewonnen of Fast 50
15 mannen zijn, misschien of vrouwen zijn. Dat moeten we misschien nog een keertje doen. Maar, dat, maar is dat een bewuste keuze dat je dat niet op die manier communiceert? Het zegt helemaal niks, het voegt helemaal niks toe aan de klantkant. Wij leveren prachtige telecomoplossingen voor onze klanten. Wij een prijs winnen, vinden wij heel leuk. En onze klanten feliciteren ons daar ook mee. Maar dat zegt helemaal niks over de toegevoegde waarde die wij leveren aan de klant. Dus als ik dan moet kiezen tussen, ik kan vertellen voor welke andere klanten we hebben gewerkt. Of ik kan vertellen hoe tevreden bestaande klanten met ons zijn. Aan mensen die bij ons op de website komen. Dan vertel ik ze dat liever dan van, goh, we hebben een prijs gewonnen. Okay. Dus dat vind ik wat minder relevant. Website van het jaar waren we ook voor genomineerd. Hebben we ook een grapje mee uitgehaald. En dat staat dan 2 weken op de site. Ja, dan is het even leuk. Dus je ook wel aan wat voor soort prijs je wint. Ja. En hoever dat voor je klant interessant is, ja. Ja, en de klant moet het ook nog kennen ook. Fast 50 is in de ICT-sector, is dat echt. Dat is een hele bekende woord. Maar vraag het aan een tandarts en die zal zeggen vast wat. Dus ja. FD heeft al wat meer bekendheid. Prijzen, ja. Nee, ik vind ons klantcijfer, dus de klanttevredenheid, de reviews van klanten, die klanten schrijven, zou ik 10 keer liever op de voorpagina's hebben staan dan, goh, we hebben een prijs gewonnen. Dat is meer voor onszelf. Hoe is dat voor jou, Sandra? Communiceer jij dit heel actief? Denk je dat het je iets op kan leveren? Ik denk dat het meer een vorm van erkenning is, dat het gedachtegoed waar we mee bezig zijn, dat commercieel en sociaal ondernemen hand in hand samen kan gaan, dat dus nu erkend wordt, dat wel kan helpen voor ook om meer bekendheid te geven in de buitenwereld. Maar dat zou ik nooit losgekoppeld doen van onze cijfers in de zin van, we halen gemiddeld een 8,8 voor service. En dat doen we omdat we werken met mensen die blind zijn en dus eigenlijk experts van klantcontact zijn. Dat is eigenlijk je verhaal. De prijs is de erkenning ervan. Want er heeft ook iemand nog naar de cijfers en je toekomstvisie gekeken. En dat het klopt. Om ook weer andere bedrijven te inspireren over na te denken. En op welke manier heb jij het gecommuniceerd? Mark vertelt nou, we zetten 2 weken op de site en nou, verder niet al te veel. Doe jij dat? Of? Ik denk zeker dat je daar een stukje op je website, je Facebook, je LinkedIn... Ja, maar het is onderdeel van je totaalcommunicatie. Maar gewoon alleen maar het stempeltje en dat is hem. Nou ja, dat zal maar vrij weinig mensen interesseren, denk ik. Maar het is een erkenning dat het iets serieus is waar je mee bezig bent. Ja, oké. Okay. En Mark, je hebt ook de prijs voor het slimste bedrijf van Nederland gewonnen. Ja. Ja, wat kun je daarover vertellen? Is dat een soort gelijk verhaal? Of zeg je nou... Nee, de slimste gaat heel erg van hoe haal je nou het maximale uit het menselijk kapitaal binnen je bedrijf? En daar zijn wij met onze organisatie heel goed in staat. Voice is een bedrijf zonder management. Voice is een bedrijf zonder functies. En je ziet daarmee dat iedereen ontzettend betrokken is en eigenlijk continu aan het kijken is wat er beter kan voor de klant. We wonnen de slimste op dinsdag en op vrijdag hadden we de FD Gezellen. En dan zie je dus dat je door op een leuke manier met je mensen om te gaan en met elkaar daar mooie dingen neer te zetten, je financieel succesvol kunt zijn. En dan zie je dus dat die sociale innovatie ook in financiële zin heel goed kan zijn voor organisaties. Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dan valt het plaatje wel in 1 keer helemaal op zijn plek. Ja. Want ik las ook in het jurycommentaar dat gelukkige medewerkers leiden tot gelukkige klanten en groei. Nou, voor het slimste bedrijf van Nederland. In hoeverre is die prijs en je groei te danken aan ja, je medewerkers of nou, ja, je teams? Ja, voor 100% is dat aan hen toe te kennen. Mijn rol binnen het bedrijf, ik ben vliegende keeper, zeg maar. Ik spring bij waar ik... nodig ben, ik ondersteun of haal drempels weg waar dat nodig is. Dat is mijn rol. Maar de laatste keer dat ik klantcontact heb gehad, is echt een behoorlijke tijd geleden. Dus wij bestaan bij het feit dat onze medewerkers zo gelukkig en betrokken zijn. De mensen die bij ons werken zo blij zijn. Daar bestaat Voice simpelweg bij. En daarmee is onze klant heel, heel gelukkig. Ook wij, die 8,8, die 8,9, dat zijn ook cijfers waar wij... mee beloond worden. En dat is fantastisch. Dus ik heb er altijd van gezegd van, goh, Voice moet een bedrijf zijn waar iedereen leuk werk heeft. En waar we gelukkige klanten hebben. Maar wel die volgorde. Het begint met gelukkige mensen intern en dat vertaalt zich dan naar extern. En dat je daar vervolgens heel succesvol mee bent, vind ik eerlijk gezegd niet zo raar. Want je haalt het maximale uit de mensen die bij je organisatie zitten.
En ik denk dat we als BV Nederland daar veel meer mee zouden moeten doen. En dat verhaal vertel ik heel graag natuurlijk. Mark, ik denk dat het ook een mooie link is naar sociaal-commercieel ondernemen. Ik zie het is een feest der erkenning wat je vertelt. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, toen jij aan het praten was, dacht ik van nou, dus die prijzen liggen wat dat betreft helemaal zo ver niet uit elkaar. Nee. Want heb jij ook medewerkers die meegeholpen hebben aan het winnen van deze prijs? Of moet ik het anders zien? Het feit dat ik iets nieuws heb kunnen opzetten en om andere bedrijven te gaan inspireren met C-Talent, betekent dat C-Taste volledig gerund wordt door de toppers, door de experts. En dat ben ik niet, dat is mijn team. En precies wat hij zegt, je bedrijf wordt gerund eigenlijk door... human capital, door jouw medewerkers, door team, en zij doen het. Dus ja, daar heb ik die 8,8, die is niet voor mij, dat is leuk, maar hij is niet voor mij, hij is voor onze experts. En hoe doen jullie dat allebei eigenlijk, zo'n winning team samenstellen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen die bij ons komen werken, dat die geselecteerd worden niet op hun kunnen, maar op of de normen en waarden gelijk zijn met die van de organisatie. En dat doet ik met een collega, toetsen dat in een gesprek. En dat is meer een bakje koffie drinken dan dat gaat over heel erg in je cv duiken is. En op het moment dat we een aantal gesprekken hebben gevoerd, zijn er altijd één of twee mensen die eruit springen. Die lopen een dagje met ons mee. En aan het eind van zo'n dag is het team wat bepaalt van hey, wie vinden wij nou het best matchje binnen onze club. En dat je daar aan het werk leert, geloof ik wel. Want wij nemen over het algemeen hele slimme mensen aan. Dus dat die het werk kunnen doen, dan gaat de geheid goed komen of dat ze het snel leren. Maar het is juist voor ons heel belangrijk geweest dat, terwijl we zo snel gegroeid zijn, we toch de ziel van ons bedrijf daarin niet verloren zijn. Ik denk dat we daar heel goed in, dat heel goed gelukt is. En dat is wederom het verdienste van de mensen die in het aannameproces zitten. En dat zijn de mensen zelf die hier werken. Dus in eerste instantie selecteren op normen en waarden. En past het bij de kern van wat Voice is, dan moet je dat goed snappen. Dat is de belangrijkste reden dat dat zo goed gaat, het bouwen van dat team. Herken je dat? Of? Ja, nou, bij ons is ook, de meeste mensen die bij ons komen werken, hebben nog nooit van hun leven gewerkt. Dus ja, je kan naar de cv kijken, maar daar heb je niet zo heel veel aan. Het gaat heel erg om gedrag en houding. En inderdaad, de werving en selectie wordt ook gedaan door de experts zelf. En ook bij ons gaat inderdaad, als er een klik is, gaan mensen gewoon een dagje meedoen. En dan merk je vanzelf of daar potentie tot talent in zit. Of misschien niet bij ons. En dan komt dat helemaal goed. Maar gedrag en houding gaat eigenlijk voor dat we een soort assessment op de taken hebben of de functie. We hebben het vaak over taken die ook wel goed aan te leren zijn. En ik geloof zelf ook heel erg, als je iets heel graag wilt, dan kom je er wel. Elke keer wat ik nu aan het doen ben, heb ik eigenlijk ook... Ik ben wel opgeleid, maar ik heb geen opleiding in de dingen die ik doe. Dat is gewoon omdat daar je passie ligt. Oké, nou, mooie adviezen voor ondernemers die ook wel zo'n winnend team zouden willen. Beide, als jullie als prijswinnaars ondernemers nog een advies mogen meegeven om net zo succesvol te kunnen zijn als jullie, wat is de gouden tip? Blijf bij je passie en ook delegeer en laat los wat je los kan laten. Soms wel eens moeilijk, omdat het je eigen kindje is of iets, zo ervaar ik het wel eens. Maar inderdaad, blijf geloven in al je toppers die voor je werken. En dan dat moet je zien wat voor moois eruit komt. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik zou je ook beseffen dat de mensen die je om je heen hebt, bij mij hebben ze letterlijk laatst in de schoolbanken gezeten. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik ook maar enigszins slimmer ben dan zij. Ik ben alleen heel goed in andere dingen. En zorg er dus ook zelf voor dat je vooral bezig bent met de dingen waar jij goed in bent. Ik ben ontzettend slecht in cijfertjes. Dennis is daar ontzettend goed in. Dennis is een hele waardevolle aanvulling op ons team. En zo moet je ook continu eigenlijk kijken naar wat je team nodig heeft als je gaat uitbreiden. Dus
Ken jezelf, ken je organisatie en blijf ook heel dicht daarin bij jezelf. Ja. Oké. Nou, met deze mooie adviezen sluiten we dit online feestje af. Waar achter mij de champagnefles heeft al geknald. Mark en Sandra, geniet van jullie winst en heel veel succes en nog veel mooie prijzen voor de toekomst. Yes. Dankjewel. Dankjewel.